Balenciaga, die promoten de seksualisering van kinderen en eigenlijk zelfs gewoon pedofilie. Met schild en vrienden gingen wij daartegen actie voeren aan Balenciaga in Brussel. En dat was niet bepaald naar de zin van een aantal linkse journalisten. Dus Knak en VRT die stuurden hun gesubsidieerde factchecker op om onze actie en onze video te factchecken. Maar die factcheck staat helaas boordevol van de fouten. Dus zullen wij vandaag onze eigen. Factcheck uitvoeren op de Factcheck. We gaan meteen van start en we laten een eerste fragment horen. Nieuwe feiten. Radio 1. Op TikTok ging de voorbije tijd een video van Vlaams Belang parlementslid Dries van Langenhoven vierhaal. Meteen al een eerste fout. Ik ben namelijk geen Vlaams Belang, maar ik heb geen Vlaams Belang lidkaart. Nu, ik steun wel het Vlaams Belang en ik werk ermee samen in het federale parlement, maar ik ben geen Vlaams Belang lid. Trouwens, die video die ging niet alleen op TikTok viraal, hij ging ook viraal op Instagram en Telegram. Dat is natuurlijk een beetje muggezifter dat ik hier doe, maar bij mensen die zichzelf factchecker noemen, ja, daar mogen we toch wel kritisch zijn, denk ik dan. Van Langenhove in het Engels beschuldigt het modemerk Balenciaga van het seksualiseren van kinderen en van de legalisering van verkrachtingsvideo's gepromoot te hebben. De video werd al miljoenen keren bekeken. En één van die kijkers was deze man. De nieuwe feitenchecker. Rien Emery, goedemiddag. Heb je de video ook bekeken? Ik heb die gezien, ja. Nu, eerst en vooral een beetje context. Je hebt dus die Rien Emery, a.k.a. Arbiter of Tweets. En dat is een linkse knak en VRT-journalist die zichzelf al jaren een zogezegde fact-checker noemt. Hij zit er vaak volledig naast, maar omdat hij bijna altijd ja, rechtse politici of rechtse opiniemakers in het vizier neemt, wordt hij door de linkse media als een soort van minister van waarheid naar voren geschoven. Twee miljoen mensen hebben die bekeken. Twee miljoen mensen ja. hebben de video intussen bekeken op TikTok. Balenciaga promoot kinderverkrachting. Ja, dat is de, de claim. Grappig onderwerp, zeg: lachen, gieren, brullen. Het is, uh, het is een, uh, een goed gemaakte propagandavideo voor een politicus. Uh, we zien opeens Van Langen over voor de Balenciaga Winkel in Brussel. Ik hoor, je staan. zeggen, het is goed gemaakt voor een politicus. Een goed gemaakt propagandavideo? We Moet, okay. moeten, moeten daar, moeten daar eerlijk over zijn. Tja, ik herhaal al vele jaren dat ik een onafhankelijk activist ben en dat ik video's maken en actie voeren veel belangrijker vind dan het strikte politieke werk. Maar in Emry en Co, ja, die hebben blijkbaar niet goed opgelet en die zijn natuurlijk weer verbaasd dat wij doen. Wat we beloven, namelijk goede video's maken. Um, hij, staat voor, hij staat voor de Balenciaga-winkel met een aantal mensen van Schild en Vrienden. Dat bestaat nog altijd. En een groot spandoek: Stop Sexualizing Children. Um, en ja, hij beweert daar inderdaad die zaken over Balenciaga. Natuurlijk, Balenciaga is een, is een modebedrijf. dat altijd al op controverse gezweefd heeft. Die hebben zo van die fake Ikea-zakken uitgebracht, ooit als handtas, die dan honderden dollars kosten. Dat is, is een beetje hun stijl. Hè? Maar hier zijn ze toch, euh, hebben ze toch een fout gemaakt. En, euh, en dat hebben ze ook herkend. En dan die campagne teruggetrokken. En gezegd van, ah, dat het nooit de bedoeling was om euh, die, die, dat soort beelden te combineren met kinderen. Het is nooit de bedoeling geweest om dat soort beelden te combineren met kinderen, zeggen ze hier. Het was dus per ongeluk of wat? Ze hebben per ongeluk kleine kinderen met seksspeeltjes op een foto gezet en er dan per ongeluk foto's van genomen en verspreid in een campagne. Misschien kan die factchecker eens checken hoeveel mensen daarbij betrokken zijn bij het maken en uitrollen van zo'n campagne. Die campagnes worden eerst uitgedacht door een team creatives. Bij zo'n groot bedrijf zullen dat er waarschijnlijk tientallen zijn. En wellicht zijn er zelfs nog externe firma's betrokken bij dat proces ook. Nadien moet dat dan worden goedgekeurd door hoger management hè, voor men zo'n campagne effectief gaat produceren. Want dat kost heel veel geld. Dan moet die campagne dus worden geproduceerd. Hè, wat inhoudt dat er daar mensen zijn die de make-up doen, de foto's maken, de setting in orde maken, die fotomodellen, kinderen dus in dit geval, gaan begeleiden, eh, in een campagne dan uiteindelijk gaan verwerken. Hè, die foto's die gemaakt worden en geselecteerd worden. Opnieuw vele tientallen mensen dus die daarbij betrokken zijn, op z'n minst. Dan moet die afgewerkte campagne worden voorgelegd aan hoger management, ter nazicht. En indien ze goedgekeurd wordt, moeten de mensen van de sociale media, de communicatie, de reclame, moeten die campagne dan gaan uitrollen. Dat zijn dus minstens honderden mensen, van helemaal van onder in het bedrijf tot helemaal van boven in het bedrijf, die bezig geweest zijn met deze campagne. En heel goed wisten dat er kinderen werden afgebeeld samen met seksspeeltjes. Maar volgens deze halve jaren factchecker van Knack en VRT was het niet de bedoeling om dat soort beelden te combineren met kinderen. En het is het dus allemaal per ongeluk gebeurd. Dus ze hebben ja, zich wel daarvoor verontschuldigd. Maar, dus dat hebben ze wel gedaan. Ze dus hebben het zeker gedaan. SM, teddybeer, naast, na, naast, naast kinderen. Naast kinderen gezet. gefotografeerd. Maar natuurlijk niet met de bedoeling om op een of andere manier pedofilie aanvaardbaar te maken. Of zo. Opnieuw, ik vind, het, ik vind het echt bizar dat die Rien en Marie pedofilie blijkbaar zo grappig vindt. Maar bon, eh, leg het me dan eens uit. Hè. Als het niet de bedoeling was, wat was dan wel de bedoeling van kinderen te fotograferen met sekspeeltjes? Als je kinderen in verband brengt met seksuele handelingen, dan seksualiseer je kinderen. En dan normaliseer je pedofilie. Zo simpel is het. En dan dat dwaze argument van deze factchecker die doet alsof het allemaal niet erg is, want ze hebben zich geëxcuseerd. So what? So what? Balenciaga heeft zich enkel geëxcuseerd omdat ze niet hadden verwacht dat er zoveel tegenstand ging komen tegen hun seksualisering van kinderen en niet omdat ze vinden dat hun gedrag fout is. Dat, 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 is, dat is niet de bedoeling geweest. Voornamelijk omdat de combinatie van dat verhaal komt van nog een andere campagne uh, die in een, een kantoorsetting is en waar op een hoekje een aantal papieren lagen en daarop was toevallig, een, toevallig een, uh, een pagina afgeprint van een uitspraak van het Supreme Court, het hoogrechtshof in de Verenigde Staten, over kinderporno en de legaliteit daarvan. Uh, en dat, is dan, dat was een andere campagne uit juli en die set van dat kantoor was helemaal samengesteld door een setdesigner. Een ander bedrijf dat ingehuurd was door Brandstiaga. Had dus ook niets mee te maken eigenlijk. Uh, maar, maar waarom was dat samen? Dat wel, kan ja. toch niet toevallig zijn? Wel, ja, dus dat bleek toevallig te zijn. Dus de setdesigner had gewoon wat kantoorspullen, Je hebt gewoon zo dozen met props die op zo'n setdesign uh, staan. En dat was van een kantoorsetting. Ze hadden dan een kantoorsetting nodig met een computer en wat papieren en dit en dat. Om dan hun modellen te fotograferen, die normale kleren in dit geval. En een van die pagina's, en dan heeft er iemand met scheppenblik dat gevonden. Ja, maar je had dan wel een, een vergrootglas ver nodig om dat te zien. Je had een vergrootglas nodig om dat te zien. En op de achtergrond, dat is een leuke Belgische connectie, op de achtergrond lag er een kunstboek van Michael Bormans, okay. de kunstenaar. Toevallig een boek waar hij zo zeer gruwelijke schilderijen... Had gemaakt van bebloede kinderen die met elkaar spelen. Dus, en al die zaken samen hebben een soort legende gecreëerd. Dat Balenciaga pediatrische mobiliteit promoten. via die campagne op een stiekem manier. Ik denk dat ik hoofdpijn ga krijgen van zoveel debiliteit. Dus die Reen Emery, die beweert echt dat dit allemaal maar toevallig is. Balenciaga, die maakt een campagne. En op de foto is één document leesbaar te zien. En dat document, dat gaat toevallig over het legaliseren van kinderporno. Die, Marie, die beweert dus echt dat dat toevallig is. Er zijn triljarden en triljarden en triljarden aan documenten die daar hadden kunnen liggen, van, van een recept van pannenkoeken maken tot, tot filosofie, of gewoon random zeven, of, of poëzie of zo, of wat dan ook. Maar toevallig, toevallig, heeft het team dat deze Balenciaga-campagne ontworpen heeft, ervoor gekozen om daar een document te leggen dat gaat over het legaliseren van kinderporno. Die kans is letterlijk één op, op oneindig. Dat kan je nu toch niet geloven dat dat toevallig zou zijn. En in die campagne, daar zitten ook een paar boeken. En opnieuw, toevallig, hè, toevallig volgens deze factchecker, is het een boek van Michael Borromans dat gaat over het mutileren en vermoorden van kinderen. Ik heb het even opgezocht, want kijk, hè, ook zonder subsidies kan je factchecken. En Google leert mij dat er 155 miljoen verschillende boeken bestaan op aarde vandaag. En Deze factchecker van Knak, en VRT, die beweert dus dat van die 155 miljoen verschillende boeken op aarde, er toevallig een boek in die Balenciaga-campagne geslopen is dat gaat over het mutileren van kinderen. Niet. Winnie de Pooh, of uh, Aristoteles, of J.K. Rowling. Nee, een boek over bloedende kinderen. Ik weet niet welke drugs je moet pakken om te geloven dat dat allemaal toevallig is, maar die factchecker van de VRT is in ieder geval een groot verbruiker. Dat is een kleine PR-nachtmerrie geweest voor dat bedrijf. Die hebben uh, overal mensen die filmpjes plaatsten op sociale media, zijn dus hun Balenciaga-sneakers en brandstaken. En een hele campagne tegen... Zogezegd het pedo-merk Balenciaga. Dus ja, is, uh, en daar okay. speelt Van over een beetje op in met zijn filmpje. Uh, ja, maar, maar dus Balenciaga zelf heeft dat al in alle talen uh, ontkend, teruggetrokken, processen aangedaan tegen wie hen dat gelapt dus da, heeft. en dan, en dan is de, er... de intentie, kan je, kan je overtwisten natuurlijk. Hebben ze dat bewust gedaan of niet? Ik denk het niet, maar ja, ja zat. Maar die meent dat dus, hè. die blijft maar herhalen dat het allemaal maar ongeluk was en allemaal maar toeval was dat kinderen worden gefotografeerd met seksspeeltjes, dat die boeken en documenten die worden getoond in die campagnes toevallig gaan over het legaliseren van kinderporno en het mutileren van kinderen. Kom aan man. Um, maar het, het punt is waarom gaat dat nu zo viraal? Want een, een TikTok-filmpje van een Belgisch politicus die twee miljoen keer bekeken wordt is al redelijk uitzonderlijk. Dat gebeurt niet zo vaak. Dat, een paar duizend keer misschien, geen twee miljoen keer. Ik heb al redelijk wat video's gehad die miljoenen views haalden. Zelfs video's over mijn parlementair werk. Maar daar zwijgen ze altijd over bij VRT en bij KNAK. Op die drie jaar dat ik in het parlement zit, hebben ze nog nooit iets gebracht over mijn parlementair werk. Nog nooit een interview over mijn wetsvoortellen. Tja, dan weet je het wel zeker. Hij zegt het um, in het Engels, dus hij richt zich tot een internationaal publiek. Ja, ja, op een internationaal publiek. publiek. En waarom? Om, dat sluit aan bij twee grote narratieven die momenteel redelijk populair zijn in bepaalde niches. Het ene is. De uh, QAnon-beweging, die al jarenlang bezig is over. Ritueel kindermisbruik door elites. Dat zo verdonkere maand worden. en dat, een Grote complotten op de achtergrond van alles. Een kleine niche op internet van complotdenkers die daarin meegaat. Ik denk dat de wereld bestuurd wordt door. Voilà. Ellofieven. En die, die kinderbloed drinken en, en dit en dat zo'n zaak. Um, die, die zijn natuurlijk, die, die delen en kijken dat ook op TikTok. En die zijn daar heel veel voor. Voor hen is dat gesneden koek, natuurlijk. Voilà, in dit verhaal. Dat, dat, wordt, dat wordt echt als een nieuwe episode gezien die hun gelijk bewijst over. Uh, dat soort uh, zaken. Dat is het eerste. Ik zou die video in het Engels hebben gedaan om aansluiting te zoeken bij QAnon. Nu, ik weet eigenlijk amper wat QAnon is, maar volgens mij is dat een marginaal groepje Amerikaanse boomers die geloven dat er ergens een of andere anonieme geheim agent is die Q noemt en die alles van achter de schermen dirigeert. Ik zie niet in waarom ik bij zulk marginaal Amerikaans fenomeen aansluiting zou willen zoeken, meer nog, als de Vlaamse factcheckers zoals Rien Emery en zijn subsidieslurpende collega's niet te pas en te onpas zouden beginnen zagen over QAnon. dan zou ik er waarschijnlijk zelfs nog nooit van gehoord hebben. Maar het tweede is een meer mainstream narratief dat bestaat en dat zo oud is als de tijd, waarbij dat alles dat te maken heeft met LGBTQ, uh, transrechten, wordt verdacht gemaakt of probeert, uh, probeert men te associëren met pedoseksualiteit. Dat is zo, zo oud als de straat. Dat, uh... Wacht, ze, Balenciaga is gay of wat? Nee, 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 gewoon dat, uh, dat heeft er zelfs niets, niets mee te maken met Balenciaga, maar op, op een gegeven moment begint Van Langen over dan te praten over ah ja, we hadden een keer hetzelfde moeten doen over LGBTQ dingen, we zouden gecanceld worden, maar de dus pedoseksualiteit laten ze gerust. Ten tweede, Rien Emery die zegt dat ik LGBTQ eh, in verband zou willen brengen met pedofilie. Ook dat doe ik eigenlijk helemaal niet, hè. wat wel een feit is, is dat er een grote overlap is tussen wat pedofielen willen en wat de extreme kant van de LGBTQ beweging wil. Dat is gewoon een feit. En zo gebruiken bijvoorbeeld beide de slogan Love is love en je moet maar eens wat van die straatinterviews op die betogingen nakijken, er wordt daar schaamteloos verdedigd dat je liefdesrelaties moet kunnen aangaan met dieren, met objecten en ja, ook met kinderen. Zo wil de LGBTQ-beweging ook de naam van pedofielen aanpassen naar Minor Attracted Person of MAP. Omdat, volgens hen, pedofiel een veel te negatieve bijklank heeft. En ja, dan willen we die pedofielen toch niet aandoen, zeker? Openlijke pedofielen die duiken ook gewoon steeds vaker op in die milieus en op die betogingen. Er zijn daar trouwens heel veel voorbeelden van te vinden. Enkele weken terug nog bleek een bekend koppel van twee Amerikaanse LGBTQ-activisten, die pleitbezorgers waren van homo-adoptie, hun twee adoptiezoontjes jarenlang te hebben verkracht en de beelden van die verkrachting te hebben doorverkocht. Ook prostitueerden ze hun twee adoptiezoontjes aan kennissen uit het LGBTQ-activisme-milieu. Zoek dit ranzige, degoutante geval. Gerust eens op en lees erover verder. Ik kan de details ervan hier niet bespreken, want dan gaat deze video zeker worden verwijderd. Ik waarschuw jullie wel, ik heb het allemaal gelezen en ik was zo kwaad, zo razend, dat ik er niet van heb kunnen slapen. Ik ben s'nachts nog eens een wandeling moeten gaan maken om tot rust te komen. En dat is trouwens helemaal geen alleenstaand geval. Maar ik moet letten op wat ik zeg, want ik heb al een heleboel rechtszaken lopen. Dus ja, er is... Een ernstige overlap tussen dat extreme deel van die Amerikaanse LGBTQ-beweging en pedofilie. Dat kunnen we gewoon allemaal objectief vaststellen. En dan spliced hij daar een fotootje in van een, uh, van een, een drag queen die een boekje aan het voorlezen is voor kinderen. Dus het wordt allemaal op één grote hoop gegooid om LGBTQ-trans pedoseksualiteit met elkaar te verbinden als een soort. Ja Um, negatieve associatie. En dat is iets dat wel een mainstream narratief aan het worden is in de Verenigde Staten, vooral, waar dan men constant um, elke leerkracht die niet uh, hetero- en cisgender is, uh, ervan beschuldigt om uh, een soort groomer te zijn van kinderen en kinderen te willen opkweken om ze zelf ook gay te maken of zelf ook trans te maken. Dat is een soort narratief dat, 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 dat opkomt daar. En dat je heel vaak ziet op sociale media, maar dat ook in de Republikeinse Partij al aanhangers heeft. Ten derde zegt Reen Emery dat het absurd is van mij om drag queens die voorlezen aan kinderen hierbij te betrekken. Hij legt natuurlijk niet uit waarom, want dat kan hij niet. Wel, ik kan wel uitleggen waarom ik dat doe. Drag queens die zijn iets seksueel. Ze doen valse borsten aan, presenteren zichzelf op een seksuele manier en die doen heel vaak shows die op een, een of andere manier een seksuele insteek hebben. Als je die drag queens aan kinderen laat voorlezen over seksuele vrijheid en over geslachtsverandering en over holeby-relaties, wel, ja, dan ben je bezig met de seksualisering van kinderen. En mijn boodschap die is duidelijk, laat die kinderen gerust. En trouwens, ook bij die Drag Queen Story Hour-beweging, want ook dit ranzige fenomeen komt uit Amerika overwaaien en zit nu al tot in onze grootsteden, ook bij dit fenomeen zitten weer een heleboel. Pedofielen. In Amerika zijn er al pedofielen betrapt die via Drag Queen Story Hour in een kleedje en met make-up gaan voorlezen aan kinderen. Een ranzige boel. Dan ten vierde zegt Reen Emery dat ik een aanval doe op LGBTQ-leerkrachten die seksuele voorlichting geven aan kinderen. Ik zie niet meteen wat dit te maken heeft met de actie die ik daartegen Balenciaga heb gevoerd met Schild en vrienden. Maar bon, het is wel zo dat ik een fervent tegenstander ben van de soort seksuele voorlichting die ze nu geven aan kleine kinderen, met bijvoorbeeld die genderkoek. Ik vind het ziek. Ik vind het zelfs een vorm van kindermishandeling. Dat je kleine kindjes wijs maakt dat ze van geslacht kunnen veranderen als ze dat willen, en dat ze zomaar kunnen thuiskomen van school en dat hun papa opeens een mama is geworden of omgekeerd. Je maakt die kinderen daarmee gek. En al even ranzig vind ik het dat ze kleine kindjes gaan uitleggen hoe anale seks werkt. Laat kinderen toch gewoon kind zijn. Laat die kinderen gewoon gerust. En trouwens, over die LGBTQ-leerkrachten en groomers en zo, dat is ook een Amerikaans fenomeen waar Rien Emery naar verwijst. En ja, dat is een degoutant fenomeen. Heel wat van, zo van die zogezegde queer en trans leerkrachten in Amerika, die groomen wel degelijk kinderen en die geven dat ook gewoon toe. Kijk maar eens naar het undercoverwerk van onder andere Project Veritas. Maar wel... Dit gaat het bestek van deze video te buiten. Dus je zou kunnen zeggen dat uh, Van Langenhoven probeert ja, aansluiting te vinden bij een van die twee trends, of misschien zelfs allebei. Hij speelt daar heel duidelijk op in, ja. Op allebei. Um, um, maar zoekt hij dan een Vlaams publiek? Ah, nee, hij zoekt hij een internationaal publiek. En Waarom? Dat, ja, dat is de vraag. Inderdaad, heeft ook zijn eigen mediabedrijfje, misschien daarom. Uh, ja... Dus, dit is iets om, om het profiel... Maar dat, is iets dat Schild en Vrienden al deed, jaren geleden. Die maakten ook toen Engelstalige filmpjes om viraal te gaan in de hele alt-right-sfeer op internet die bestond. En steun te krijgen ook. Uh, al dan niet financieel. Uh, dat, is iets, dat is een tactiek om medestanders te vinden. Ja. In het buitenland, dus um, Ik zeg het, goed gemaakt propaganda. Niet super feitelijk. Um, veel speculatie, maar het, het gaat altijd het beste als er ergens een grond van waarheid in zit. Even verwees dan bijvoorbeeld naar Jeffrey Epstein, de miljardair, uh -huh. en die had inderdaad uh, die is inderdaad betrapt op uh, zaken met minderjarige uh, meisjes. Dus als, als je dan een grondje van waarheid in zo'n video steekt, gaat het veel makkelijker viraal om te beginnen en dan is het veel makkelijker om al de rest tot een Uniform verhaal te spinnen. Ja, mysterieus blijft het in elk geval. Absoluut. Heel, dit, heel dit verhaal. Dankjewel om toch enig licht in de duisternis te brengen. Uh, Rien Emery, je dankjewel. Nieuwe feiten. Weer heel wat onzin. Hè. Daarnet al haalde Rien Emery lachend hè, aan dat complotdenkers geloven dat de elite aan kindermisbruik doet en dat dit verduisterd wordt. En volgens hem was het, en ik citeer, een kleine niche van complotdenkers die daarin meegaat. Nochtans. Ga eens dus op straat aan honderd mensen vragen of ze denken dat er bij die Hollywood celebrities, bij die toppolitici, bij die bankiers, of dat er daar een hoop pedofielen tussen zitten. Werden dan een groot deel zal zeggen, ja. Dus is het dan een kleine niche van complotdenkers? Ja, nee. Hè. En weet je waarom? Omdat het zo is. Kijk eens, naar al die machtige, bekende mensen die Epstein zijn eiland hebben bezocht. Presidenten, prinsen, bankiers, grootkapitalisten, Hollywood-acteurs. En dan doet die Rien Emery alsof enkel Epstein betrapt is. Hij zegt het letterlijk, hè? dat Epstein betrapt is met een minderjarig meisje op dat eiland. Ja, en al die rest die waren daar dan op dat eiland om te kleuren wiezen of wat. Het is gewoon een feit dat er disproportioneel veel seksuele, perverten en pedofielen zitten in die milieus die veel macht hebben. Hoe dat komt, daar spreek ik mij allemaal niet over uit. Maar dat het zo is. Dat kan niemand nog ontkennen. Ook niet als je jezelf de titel factchecker hebt opgekleefd. Anyway, nu het allerlaatste puntje dat die Rien Emery maakt nog bespreken. En dan zijn we klaar met deze factcheck van de factcheck. Die Rien Emery die beweert dat ik die video in het Engels zou hebben gemaakt om aansluiting te zoeken bij QAnon. En ik heb al uitgelegd waarom dat zever is. En omdat het financieel interessant zou zijn, volgens hem. Nu. Ik verwacht van een subsidie junkie als Rien Emery niet dat hij enig verstand heeft van zaken doen. Maar onze acties van Schild en Vrienden die zijn financieel allesbehalve interessant. En al zeker als we ze in het Engels doen. Want mensen van de andere kant van de wereld die gaan heus geen geld geven aan Schild en Vrienden. Een beweging waarvan ze de naam niet eens kunnen uitspreken. De actie die was een gigantisch succes, want we hebben bijna 3 miljoen kijkers gehaald, maar financieel is dat eigenlijk betekenisloos. We hebben zo'n 200 euro opgehaald aan donaties door die actie, terwijl het vuurwerk zo'n 60 euro was, die spandoek was een, een dikke 100 euro en de productie van die video ja, heeft ook een aantal honderden euro's gekost. Dan reken je nog niet eens het vervoer en de inzet van al die vrijwilligers. Financieel maak je op zo'n actie dus ja, fors verlies. Maar dat maakt voor ons niet uit. Want wij doen dit niet voor het geld. Wij doen dit uit idealisme. Iets dat losers als die Emery nooit zullen begrijpen. Hij zoekt de hele tijd wanhopig naar redenen waarom we zo'n actie zouden doen: om aansluiting te zoeken bij QA, om geld op te halen, om een mediabedrijf te promoten, om narratieven van de Amerikaanse Republikeinse Partij te verspreiden en nog een hele race een andere debiliteiten. Maar Rien Emery die staat er niet eens bij stil dat wij dit gewoon doen omdat wij pedofielen haten. Haten, echt, haten. Als ik dan niet voor vele jaren achter de traal is gegooid zou worden, dan zou ik nog veel verder gaan dan deze actie. Maar ik zal altijd alles doen om de normalisatie van pedofilie en de seksualisering van kinderen tegen te gaan. All that is needed for evil to triumph is for good men to do nothing. Wel, het allerkwaadaardigste dat er bestaat is Pedofilie. En de mannen van Schild en Vrienden dat zijn nog goede, echte mannen. En wij gaan niet niks doen terwijl kinderen worden geseksualiseerd en pedofielen de vrije loop krijgen. Maar zover had deze linkse journalist die zijn eigen nihilistische kijk op het leven op ons projecteert, waarschijnlijk nog niet nagedacht. Een geluk dat we via ons eigen mediakanaal dit soort linkse nonsens nog van een antwoord kunnen voorzien. Want bij de VRT nodigen ze dus liever dit soort belachelijke factcheckers uit om over mij te komen praten, dan mij zelf uit te nodigen om over mijn actie te praten. Daarom is dit mediakanaal dus zo belangrijk. Wil jij ervoor zorgen? Dat we dit kunnen blijven doen en dat Schild en vrienden acties kan blijven doen en die acties met sterke video's wereldwijd voor miljoenen mensen kan blijven verspreiden. Om echt een verschil te maken, ga dan naar www.kiesdries.be slash abonneer en kom bij onze groep van geëngageerde Vlamingen en Nederlanders. Samen staan we sterk en maken we het verschil.